Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we de laatste kerst in juli, nou ja, het is nu weer september, Instahop kaart maken. Deze hebben jullie als het goed is al op mijn Instagram voorbij zien komen. Nou, hier zie je dus de derde die ik vorige week heb gemaakt en dit is die we vandaag gaan maken. Nou ja, één die erop lijkt. Deze stickers zijn trouwens van de Vibra. En ik laat straks ook nog alle andere materialen zien. He, dat woord zocht ik. Nou, ik snij deze van ongeveer 15 bij iets minder dan 30. Want een A4'tje is ook iets minder dan 30. En die vouw ik dan door het midden. En dan hebben we onze kaart. En deze zijn van Stamperia volgens mij. Dit papier. En die ga ik dus snijden ongeveer 14 bij 14. Meestal doe ik het gewoon op wat ik eigenlijk mooi vind om te zien. En teken ik het af zoals hier met mijn potlood. Maar ik kwam hier dus achter, hoe heb ik het gesneden? Want hij paste van geen enkele kant paste die op het papier. Het was ook echt super warm, dus ja, mijn hoofd werkte niet echt mee. Dit is trouwens hele fijne lijm. Deze is van Panduro. En die heb ik bij de Pipo's gekocht. En hij plakt echt bijna alles gewoon super fijn erop. Dit vond ik dus in de kringloopwinkel. Het goed heette die volgens mij in Apeldoorn. Nee, niet in Apeldoorn. Ergens in de buurt van Apeldoorn Echten of zo. Nou, dus wel ook een stukje verder rijden. Maar ja, volgens mij heette die kringloop het goed. En hier gebruik ik dus dubbelzijdige tape. Deze rode is altijd best wel sterke tape. En zoals je zag, ik had afgetekend waar dat, ja, kringlooppapier noem ik het maar eventjes. Ik weet niet zo, hoe noem je dit eigenlijk? Had ik dus afgetekend waar dat moest komen. En kijk, dit is een heel handig ja, soort prikpen is het eigenlijk. Maar het is heel makkelijk om dit soort dubbelzijdig tape, zeg maar, los te krijgen. En dan knippen we gewoon de zijkanten af. En hier zie je dus de Vibra stickers. En de Christmas Layered Stamps. En ik gebruik van Decotherm Inks de eerste in Pine Green. Nummer 4 in Techno Green. Het is een metallic kleurtje. En de laatste is Power White. Powder White 19. Ik heb ze trouwens niet allemaal van Decotherm, maar ik vind ze wel heel leuk. Maar ik moet nog 81 tot en met 88 en 49 tot en met 52 volgens mij. Deze stempels zijn dus van Studio Light van 2016. En het is een layered stempel. Dus je doet eerst de ene laag. En dit zijn toevallig drie lagen die je dan op elkaar stempelt. En ik begin met de donkere kleur. En daarna dus de nummer 1. Daarna die Techno Green. Dat was volgens mij nummer 4. En tot slot de
powder white. En moet je wel een paar keer overheen trouwens. Het thema was trouwens Christmas all over. En ik dacht, ik gebruik de echte kerstkleuren. En dit laatste laagje is eigenlijk het sneeuwlaagje. En deze wit doet het echt wel heel goed. Kijk dan hoe mooi je die al ziet op de stempel zelf. En de kerstboom heb ik nu gedijkerd. Nou, hoe noem je dat? Eigenlijk gewoon uitgeknipt. En daarna dubbelzijdig foamtape. En nu gaan we het nog versieren met leuke stickers. En ik vond deze wel heel schattig. En op de stickers doe ik aan de achterkant ook foamtape. Behalve deze kerstballen eigenlijk. Het is een hele simpele kaart, maar hij is wel meteen heel erg leuk. Ik denk wel dat mensen er blij van worden als ze hem krijgen of zien. Want nog even de laatste final touches met Nuvo Drops. Gewoon de witte. Dan maak ik dus wat 3D sneeuw op de kerstboom. Maar ook op de slee. De voet van de slee. Noem je dat zo? Nou, en hier zie je dus het eindresultaat. Dit is van de vorige kaart. En deze kaart hebben we nu gemaakt. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!